is part 4 in Nora Ryan Simpson. Yes. En jij vertel, je Ryan. Je bent daar inbinden? Ja, ik ben een teleport. Een goede. Mag je het alsjeblieft? Compacte fles. En dan moet je het zelf doen straks. En jij staat tegen. Mijn werk heb ik afgeleverd. Dit is het laatste stukje nog. En dan bij de ringen straks. Hoeveel partijen nog? Ja! Oh, hij is de laatste. En jij staat tegen Jeroen. Klopt. Nee, ik laat jullie met rust. En ik wens jullie heel veel succes. Yes. Oeps. Mijn neem. Ben je al spreekbaar? Ja. Ja. Niks haat. Nee, je moet veel voelen. Voelen. Snap je? Je gaat nu weer in het vuur, Diego. Ga hem voelen nu. Kom op. Je hoeft niet aan te geven. Nee. Ontspannen. Je ziet er wel eens later dat ik hier aan de hand is. Hoe is het? Hou die schouders scherp. Ontspannen. Ga voelen. Ga voelen. Want je gaat. Oké, schouderblok even los. Oké, kom maar. Links en rechts, ja? Voor lekker links stappen. Voor je klein. Ja. Hop! Voelen.
22 april. Reactie? Bij Roer is Flight Reactie? Fire. Reactie? Hij is goed. Wanneer is je volgende partij? 12 november. Hey, je bent een knokker, maakt niet uit joh. Je verliest eentje, je wint eentje, weet je. Hoort bij de game. Maar je komt op de knokken, weet je, daar houden we van. Ja, zeker. Oh, ik sprak net de... Maakt niet uit. Jim is nog steeds in Jim. Champs. Samson Jim Almere. Yeah. Ik heb even, want ik moest interviews doen. Jij hebt gewonnen met 3 rondes. Ja, maar meer lekker sterk. 5 rondes. 3. 2 van 3 moest ik bij. Gefeliciteerd, hè? Je hebt de titel, hè? Je wilde echt deze titel hebben. Maar ja, Samson Jim hebt de titel. No losers in Samson Jim. Jegis, kom hier, kom hier. Jegis, vertel me, ik heb de knock-out gemist, man. Ja, ik was aan het interviewen en ik... Mooie resten. Cross, boef. Vertel. Had je hem zagen, hè? Ja, had je hem wel. Het was mooi, ik moest erbij zijn om het mee te maken. Je moet die video even terugkijken. Ja, wie... Maar hoeveel... Maar hey, ik vergeet het niet meer, dat tijdens mijn partijinterview. Dat kan niet. Je moest de partij komen kijken. Jammer, hè. Ik moest... ik was Anissa. Anissa had net gewonnen voor jou. Ik moest Anissa interviewen. Nee, maar even vertel even... Het was een leuke pot. Kijk, ik vocht tegen ervaren jongens. Zeker, ook zeker. Jaron de Groot, ik heb respect voor hem. Hij heeft tegen grote namen gestaan, Badr, Saki. Dus hij had ervaring toch? Dus, welke ronde had je hem knock-out geslagen? Tweede ronde slapen, K.O. Hey, hoeveel belts heb je nou? Twee, dat was de tweede wereldtitel. Dit is Iska, Iska had je Iska al een beetje? Iska had ik en dit keer... Even die belt? Pak die belt erbij. Jegis, maar wanneer moet je voor die Iska? Iska, ik heb net die promotor gesproken, Dimitri. Hij zei, we zijn bezig voor jou met een tegenstander. Dus ik ben binnenkort bericht. Oké, en deze ga je waarschijnlijk in maart dan, of in Suriname? Dat hangt van Etienne. Monsieur Etienne, ik ga, Suriname, ik ga mee. Ik ga met alle warriors mee. Yes, dus dan ga je, je blijft je volgen. In ieder geval gefeliciteerd. Yes, en Martin Hiffers gefeliciteerd. Represent Armenia toch? Represent Armenia. Dan moet je ook verfilmen met die. Kijk hier. Armenia. Alice Telim. Ik heb vodka op. Mag niet uit. Dat is goed, dan gaat het goed. Jouw vader. Representing Suriname, fighting out of the red corner. Please welcome Martin. De Iron Born is 3. Wacht op Jegis, hè? Ja. Hoor je voor het vierde nodig met Wiebe van de ploeg? Ja. Hoe is Wiebe? Ja? Vertel eens, want ik heb het niet gezien. Ik was aan het interview. Je hebt gevochten? Ja. Vertel, hoe ging het? Nou, het ging wel goed. Alleen, hij kwam te dicht bij me. Dat was het. Ik had meer afstand. Maar het is wel goed dat je zelf beseft wat je fout hebt gedaan. Ja.
Maar je hebt al veel partijen gedraaid. Ik heb je de vorige keer gesproken. Hoeveelste partij was dit voor jou? 13 of 14. Doe maar. Nou, we blijven in de gaten houden, hè? Ja. Hoe is Ilona? Ja. Hoe is het, schat? Ilona, jij zit ook in de organisatie bij Warriors. Klopt. En vertel, hoe, jij bent ook druk, hè? Ik, iedereen is druk. Ja, we vliegen alle kanten, hoor. Ik zie dat je hem nu aan het masseren bent. Ja. Waar is dat voor? Afkoeling? Nou, ik moet hier een beetje losdraaien. Heeft hij nog blessures? Nee hoor. Gelukkig. En wanneer is je volgende partij, weet je dat al? 22. Hij moet zo, waar sta je? De laatste dag? Denkrapel. Dat was van de Sirixport. Oh, dat is de Drachten, denk ik. Oh, Drachten. Oké. Okay. Daar in de buurt in ieder geval. Ah, heel veel succes, hè. Maar ervaring opdoen en over een paar jaar zit je ineens in B of C. Of andersom. Succes, hè. Alfa Romeo? Waarom sta jij niet vanavond hier? Ja, ik zit met mijn werk. Weet je, dus ja, ik moet wel van ver werken, rijden en zo. Ja, dat wordt het voor mij moeilijk om te combineren. Tijdgebrek. Ja. En de laatste keer dat je zag was ook hier in Norra. Ja, ik ga maar rijden langer, ja. En die had je verloren? Ja, ja, dat komt omdat ik een beetje te veel was afgevallen. Ik was te veel afgevallen en dat kostte me gewoon heel veel energie. Ja. Maar was dat geleden? Je hebt daarna niet meer gevochten of wel? Nee, daarna heb ik niet meer gevochten. Daarna had ik een blessure aan mijn elleboog. Ja, dat had ik gelezen. Ja, dan had het ook. Dan ga je wel gewoon door nog of niet? Ja, of ga je echt volgend jaar. Oké. Okay. Het ligt echt afhankelijk van mijn werk. Hè. Maar je bent nog jong dus. Jong? Ik ben al 33. Nou, is goed. Je ziet jonger uit, maar 33 is ook voor tegenwoordig. Ja. Oké, dus we gaan je zeker nog terugzien. Zeker weten. Misschien in Suriname bij de Warriors. Wie weet. Ilona knikt ja. En wie bent je ook? Wie ook? Als ik mag van mijn vrouw, hè, dan mag het. Wil je nog vrouw meenemen? Als het niet mag van mijn vrouw, dan mag ik niet. Nee, vrouw gaat mee. Maar, kinderen, vrouw. Misschien wil zij zelf niet. Ja, Suriname is gezellig, joh. Want jij bent kap kap voor jou? Nee, ik ben Antilliaan. Ik dacht dat je kap voor jou had. Oh, daar wil ze niet naar Suriname. Nee, geintje. Hé, hey, maar succes in ieder geval. Hou ons op de hoogte als je weer een partij hebt. Ja, zeker weten. Oké, Oes. En dit Duitsland hier. En hier, Hij moet straks. Ja, maar ik wil hem niet storen. Hij zit in zijn zon. Ik zal wel even gaan zoomen, kijken. Ja? Martin Hiffens met Ryan Gibson. Sorry hè, dat ik mijn rug heb. Was een knockout. Ja, hoeveel was de ronde? De eerste ronde. Nee, en ik zie je nu met een medaille ook. Ja, deze wedstrijd jammer genoeg verloren. Was dat vandaag? Ja. Oh, jammer. Ik heb het gemist. Waarom heb je verloren, denk je? Ik weet niet. Slecht gevochten. Ja, geef niet, hè. Soms win je, soms verlies je. Kijk maar, vorige week heb je gewonnen. Wanneer was het? Ja, 2 weken terug. Ja, en nu verlies je, dus... Wanneer is je volgende partij? Volgens mij 22 of zo. Okay. Wie bemoeit ook, geloof ik, daar of niet? In Drachten? Ja, iemand ook. Oké, okay. Nou heel veel succes, hè? Ja, bedankt. Hoes. Hallo. Oh, je kan Simpson steunen? Ja, ik wil hem wat ook. De vader van AB
Abigail, aangenaam. Trots op je dochter? Zij is sterk, hè? Ze heeft wel... Ik maak foto, wacht. Oh nee, ik kom terug foto maken. Nee. Part 4 in Norg met promotor Etienne Tezales van Killers Cardio Boxing en Angelo Simpson, neefje van de beroemde Ryan Simpson. Vertel waar samenwerking? Ja, Angelo Simpson is nu in Nederland hier gekomen met vechters op de vechten. Ja, jongens hebben allemaal goed gedaan, heel goed gedaan. Jammer voor één, zijn partij is vandaag afgezegd. Laatste moment in de kleedhok is jammer. Maar ja, belangrijk is dat de anderen heeft kunnen vechten. Gewoon ook heel leuk. En het mooiste van is, die rumor die overal ging, dat we naar Warriors naar Suriname gaan, het is eindelijk nu echt. Het bestaat echt, het gaat echt gebeuren. Angelo Simpson is hier, hij is de vertegenwoordiger van Simpson Gym in Suriname sinds jaren. Sinds jaren, ik ben daar opgegroeid. En om eerlijk te zijn, om iets op te zetten in Suriname is niet anders dan met je eigen broer, familie, vriend, trainer te organiseren. En daarom heb ik gekozen om met Angelo Simpson om samen te werken. En ik doe de matchmaking met Ryan Simpson hier, samen met Angelo Simpson en de Warriors part. Nog een verrassing welke het wordt, kom naar Suriname. En ik laat Angelo even verder zeggen, wanneer de datum, hij weet alles verder. Angelo, vertel! Nou, alvast moet ik Kila feliciteren met zijn prachtige evenement en de vorderingen die hij maakt. Ik ben blij om te zien hoe die man gegroeid is. En hij heeft het net over een vechter die heeft afgezegd in de kleedkamer. Hetzelfde heeft hij jaren terug ook meegemaakt. Hij was opgewarmd en al. En zijn tegenstander die zegt plotseling af, maar die had echt een blessure. We konden er niets aan doen, maar we leren onze vechters om gewoon door te beten. Ze zijn ook blij voor de gelegenheid dat we hier konden participeren. En Etienne heeft me benaderd om een evenement te doen in Suriname. En we staan er helemaal voor open. Het is mooi om te zien hoe die zaden van Simpson Gym zich zo uitzaaien. Etienne die nu uitgegroeid is tot een trainer en promotor hier in Nederland. En nu wil hij terugkomen naar zijn thuisfront. En benadert hij ons om iets te doen. En heb je niet anders dan je ondersteuning. Veel goede Surinamers, hè? Veel goede Surinaamse vechters. Suriname. Heel veel. Ja. Maar jij woont dus in Suriname? Ik woon in Suriname. En ben speciaal eigenlijk nu even voor dit event hierheen gekomen? Nou, eigenlijk waren we er al. We zijn speciaal langer gebleven op aanvraag en ondersteuning van agents. Zijn we dus iets langer gebleven. En waar in Suriname? Paramaribo? Ja, in Paramaribo. Nee, dat het event. Oh ja, in Paramaribo. We gaan in... hoofdstad? Nogmaals? Ja. Gaat het event in hoofdstad? Ja, gaat de plaats nemen? In de hoofdstad. Zo netjes. En het wordt sowieso volgend jaar. Ik ben nu even bezig om een heel geschikte datum uit te kiezen. En dan... Dat nog voor de zomer? Waarschijnlijk. Dat is nog een verrassing. Als de mensen de website blijven volgen van. En de website is www.kilascardioboxing.nl en Angelo. En www.simpsongym.org of op Facebook Simpson Gym Official. En dan ga je de datum zeker. Want zeker weten. Jouw Nederlandse-Hollandse event is in maart alweer? April. 22 april. Oh, dan weten we dat ook. En, ja, en daar komen ook de vechters weer van Angelo Simpson hier. Ik zag een paar van jouw vechters bij Mike's Gym met Myrtle Groenhart trainen. Dat klopt, dat heeft u goed gezien. Was een leuke ervaring voor die jongens. We zijn met onze vijfde generatie hier. We hebben al verschillende vechters afgeleverd. En sommige van ze wonen hier in Nederland nu. Zijn professionals, anderen zijn wereldkampioenen. Andere wereldkampioenen geweest. Dus zoals ik zei, die zaden hebben zich ver verspreid. Ja, u wilde wat zeggen? Nee, om even onder te breken.
Kijk, Angelo praat nog steeds over zaden hebben zich verspreid. Om het duidelijk te zeggen, Angelo is de trainer, hij maakt vechters, hij maakt je mentaal sterk, hij maakt je tot de trainer. En ik maak je, dat wat ik nu doe, galas organiseren. En ik ben tot nu toe, mag ik het eerlijk zeggen, ik ben de enige van Angelo die alle drie wensen van hem tot vervulling. Ik ben vechter geweest, ik ben trainer geweest en ik organiseer gala dankzij door mijn trainer die mij de capaciteit en verstand heeft gegeven. Dat bedoelt hij steeds met zalen. En die rest die komt van Angelo Simpson. Cedric Manu komt van Angelo Simpson. Dus alle toppers die... Die sowieso nu, ja. Namen, die komen dus van... Martin Heffels die straks gaat vechten, kom van Angelo Simpson. Eldridge Toller, die ook hier zit, kom van Angelo Simpson. Dus zelf het Team Wissen zijn twee vechters van Angelo Simpson. Zelf de trainer die nu bij Team Wissen staat, is ook bij Angelo Simpson. Dus alles wat je nu ziet, dat gebeurt... Van de beste gym in Suriname. Dat zeg maar. Eén zin te zeggen, ja. En het is niet één, maar de beste. Want één is maar een cijfer. De beste die blijft altijd. En even voor alle duidelijkheid, want jullie zijn jong. Jij bent? Ik ben 37. Ja, pas 37 en jij bent? 38. Ja, nou. Het is nog een mooie toekomst voor jullie, hè? Want jullie zijn nog niet eens echt begonnen. Zeker. Dit is pas een voorproefje, ja, nodig. Maar Simpson Gym is al een tijdje. We zijn vanaf 2000 bezig. Dus Simpson Gym Suriname bestaat al 16 jaar nu. Ik was 21 toen ik daarmee startte. En Kila is een van de mensen die along the way is ingestapt. Hij is volgens mij de derde generatie, tweede of derde generatie. En nu zijn we met onze tweede generatie, is hij. En we zijn nu met de vijfde generatie vechters hier. En nu gaat Simpson Gym vooral internationaal nog weer een paar mooie dingen doen. Vooral om die jonge jongens in Suriname kans te geven. Ja. En Duitsland? Ja, Duitsland doe ik ook binnenkort. Dat is met Fight Time doe ik met Dimitri. Dat vertel je. Ja, ja, en dat moet je ook gewoon de website blijven volgen en op Facebook blijven volgen. En Etienne, even over vanavond, want jij moet er ook vandoor. Jij hebt vechten staan. Even snel over vanavond, wie heb je nu staan? Ik heb verschillende partijtjes staan. De hoofdpartijtjes, ja. Die zijn nu lekker aan gaande. De B-partijen zijn ook aan gaande. Dus Patrick Slaengaard was net aan het vechten voor de Warriors titel. Hebben we gemist, hè? En nu moet ik echt gaan, want ja, mijn jongen moet echt vechten. Is goed. Jullie bedankt voor het interview. Dankjewel. Oes. Even snel foto met jullie drie dan. Ja. Oh. Adel Dijkman. De Warriors part 4 in Norrag. Hoe is dat? Goed. Gaat goed. Je vertelde me net. We zijn in Norrag. Etienne Salius organiseert het vierde gala van hem. En ja, het is een goede vriend en hij vraagt mij of ik hem wil helpen, ondersteunen met mijn ervaring. En, dat doen we graag. Zodoende zijn we hier. Vorige keer was je er ook bij en met helpen en zo. Absoluut. Ik heb vorige evenement heb ik al mijn ervaringen gedeeld met zijn mensen. Hij heeft een heel stel mensen, echt grandioze mensen die hem helpen. En, ze hadden nog niet de ervaring en ik heb een beetje mijn kant laten zien. En ik moet eerlijk zeggen, ik kwam hier vrijdag aan en ik hoefde heel weinig te doen. Want ze wisten precies nog wat ze moesten doen van de vorige keer. Dus nee, het gaat goed. Maar het is ook groter, het is uitgebreider. Ik zag meer VIP-tafels. Klopt. De VIP is helemaal uitverkocht. Etienne is goed bezig geweest. Zag ze net op showen met tafels en stoelen? Ja, we hebben net een tafel bijgezet. En we hebben net de laatste tafel verkocht en de VIP is gewoon uitverkocht. We hebben alleen nog een paar in-seats stoelen, maar dat zal ook heel hard gaan zometeen. En even over Fightmasters, Jasmine heeft gewonnen. Ja, Jasmine heeft vorige week in Den Haag, in Ypenburg, heeft zijn wedstrijd gedraaid tegen een heel leuk meisje. Ze moet 12 november hier in Emmen moet ze weer tegen hetzelfde meisje. Dus het meisje is gebrand erop om de uitslag te laten veranderen in haar voordeel. Maar wij zullen er alles aan doen om Jasmine gewoon helemaal klaar te krijgen. Zij is nog D? Nee, Jasmine is C. Jasmine heeft daar 4e C weg. En wij praten voorlopig nog niet over de B. Is goed. Even over Fightmaster zelf. Hoe gaat het met de vechters? Ik zie jullie gaan goed. Jullie zijn druk. Ja, we zijn druk bezig met onze vechters. We hebben een hele jonge wedstrijdgroep. We hebben Mo en Koeko, Koeko is een MMA-vechter. Die vechten vrij weinig, omdat ja, we weten allemaal het probleem met gaasjes. Mo die zit momenteel niet lekker in zijn vel, dus daar, die zit ja, in de koelkast. Dus daar, ja, dat is gewoon heel moeilijk, een moeilijk verhaal.
Maar dan heb je Jasmine en Hamza, die gaan hartstikke goed. Ik wou net vragen, Hamza, ze kwam net tegen, Nederlands wereldkampioen. Ja. Nou, Nederlands kampioen geworden op de NK laatst in Nijmegen. En Hamza zit heel lekker in zijn vel en die gaat hartstikke goed. En die traint ook heel hard samen met zijn teamgenootjes. En op dit moment gaat het goed. Vandaag hebben we 2 verloren, 1 gewonnen. We weten precies waar het aan ligt, dus volgende keer gaan we er weer alles aan doen om wie hebben er gestaan naar huis te nemen. Aisha. Aisha is 2 weken geleden Nederlands kampioen geworden bij de dames. Maar ja, dan weet je, dan zit je op een roze wolk. En die roze wolk, daar is ze nu even hard van afgevallen. Soms nodig, hè? Absoluut. En Abdel was een beetje ziekig. Geen excuus, we hebben gewoon verloren. En we gaan de volgende keer ervoor zorgen dat hij gewoon weer wint. En onze lange Mo. We hebben een hele jonge wedstrijdgroep, hè? Dus het is voor hun allemaal best wel zwaar en heftig. Want de trainingen die zijn echt net zo pittig als dat we A-klasses trainen, bij wijze van spreken, of B-klasses. En hun manier van denken die strookt af en toe niet met die van ons. En dan moet je toch op een bepaalde manier moet je dat uitleggen dat het echt nodig is. En soms moeten ze het op de harde manier leren. En ja, zoals vandaag hebben we het toch een beetje op de harde manier moeten leren. Ervaringen. Dat hoort erbij. Ringstars, ja. Ken en ik, 2017 gaan we sowieso weer van start. Datum hebben we nog niet gepland. 30 oktober wilden we eigenlijk wat organiseren, maar dan hadden we het voor de zomervakantie al moeten regelen. Dat hebben we niet gedaan. Dus we wisten ook dat we oktober niet zouden halen. Eigenlijk is 28 november ons weekend. Ja, dat is vorig jaar ook, hè? Milton, Slam, Thailand, Nederland versus Thailand. Die gaat daar nu plaatsvinden. Toen hebben wij gezegd, doe jij jouw ding. Wij gaan in 2017 weer wat organiseren. De datum, die horen jullie nog. Maar op dit moment kan ik daar weinig over vertellen. Zullen er wel een paar partijen opstaan die er toen ook... Absoluut. Ja? Zodra wij echt ermee aan de slag gaan, dan gaan wij iedereen weer benaderen. Kijken wie er beschikbaar is. En of het nog op hetzelfde niveau zit. Piqué Sikking. Ja, Piqué en Fred Sikking, die partij willen we sowieso hebben. Sarah tegen Ilona. Dat zijn echt partijen die willen we heel graag. Ja, wij ook. Ja, absoluut. Oké. Okay. Absoluut. Nou, we hebben iets om naar uit te kijken. Absoluut. We gaan snel naar binnen, want we missen de hoop hier bij Warriors 4 in Norg. En jij succes hè, met alles. Komt goed. Jullie ook. Dank je. Welkom. En jij zit in de organisatie bij de Warriors 3? Ja, klopt. Warriors 4. Vandaag. Mooie partijen. Dus het gaat de goede kant op de Warriors. En vertel, hoe is het zo ver gegaan? Alle B-partijen zijn al geweest? We hebben nu al de A-partijen? De eerste B-partijen zijn begonnen. En na de pauze komen de A-partijen. Dat is een mooie avond. Heel succes vanavond! Dankjewel. Jasmine Taal! Ja. Hoe is het? Goed! Je staat vanavond niet hier, hè? Ziet er mooi uit. Prachtig. Maar je hebt de laatste gewonnen eergisteren, wanneer? Ik heb in Den Haag. Ja, gewonnen! Was het punten? Ja. Gewoon 3 rondes? Ja. Wat was dat? Was het voor een titel? Nee, het was gewoon een losse inbreng. En je hebt daarvoor eentje verloren? Ja. Daarvoor hebben we gewonnen. Ja. Zag ik je op een flyer staan of wanneer is je volgende partij? 29 oktober. Bij welke Rotterdam? Bij Rijen. Oh, is lokaal? Ja. Oké, okay, nou heel veel succes. Ja. Hoe oud ben je? Je bent nog jong, hè? Ik ben het 17. Ja, hè? Oké. Okay. Ik sprak je trainer net. Hij zegt, je blijft lekker zo en dan ga je groeien. Ja. Is goed, dank je. Oes. Man. Hey. Bij de Warriors 4 in Norrag. Ja. Beslissen. Oh, was onbeslist. Ik kwam net binnen, dus ik heb het gemist. Vertel wat gebeurde er. Ja, ik kreeg onterecht 8 tellen. Ze dachten op mijn stoot, maar ik gleed gewoon weg doordat ik een trap kreeg en mijn voet net neer wilde zetten. Kreeg ik 8 tellen en daardoor onbeslist. Oké, okay, en tegen wie stond je ook alweer? Ella Grapperaas. Ik wist niet eens dat je meedeed. Oh, maar ik wist het pas 3 weken terug hoor. Dus oh, vandaar. Niet, mijn eerste kickboxpartij ever. Zo, want ik weet, jij doet boksen. Mm. Oké, okay, en hoe ging het? Het ging wel goed. Ja? Ja. Wat was er exciting aan? Laten we zeggen aan het Muay Thai. Het is toch iets nieuws. Het is toch anders, hè? Trappen erbij en 3x3 vechten, weet je. Alles was nieuw.
Dus weer een hele ervaring erbij? Een hele ervaring, ja. En wanneer is je volgende partij? Dat weet ik nog niet. Oké. Nou, we gaan je blijven in de gaten. Ja, zeker. Abigail Deekman. Even correctie, Abigail, want jij staat bij Vos Gym. Ja. Ja, hè? Simpson Gym, mijn leven. Waarom ben je overgestapt? Nou, omdat ik nu al een beetje samenwerk met hem en daardoor eigenlijk ook aan het voetbal. Wat is het? Zijn is Moran. As you are with Samson. So tell me a little bit about you. I'm a fighter, C class. I training in Holland. Now 5 times I come. I'm training in Samson gym with the legend, Ryan Simpson. And I'm from Kuwait, 26 years old. I want to be like Ryan Simpson. Of course. Yes. That's all. When is your next fight? 22 October. Where? Ringgestad. Okay. Oh, wish you good luck, huh? Thanks. Is your first time in Holland or not? No, 5 times. 5th time already. Yes. Okay, okay. Well, good luck anyway. Yeah? Yes, thank you. Hendrik Azoa. Hoe is het? Goed hoor. Je hebt een beetje pech gehad hè, de laatste tijd. Ja, hè. Want je was echt eindelijk op dreef. Ja. En je zou je comeback maken. En er gingen, dingen gingen al niet door, ringstarts gingen al niet door. Daarna viel iemand uit bij jou. Ja, klopt. Dat gebeurt ook in de wedstrijd, hè. Dus ja, gewoon weer trainen voor de volgende. Maar je ziet er weer goed uit. Ja, ik ziet er echt, je ziet er goed uit, je ziet er fit uit. Blijf trainen. En wanneer is nu je volgende partij dan? Ik heb nog niks vaststaan. Ik heb nog niks vaststaan. Ik train voor januari, december. Daar ben ik nu aan het voorbereiden. En had je nou wel of niet de Suriname gevocht? Of moest je daar nog heen? Alles ging niet door, hè? Nee, ging niet door. Ik heb daar nog nooit gevocht. Hè. Als het goed is. Als ik een falen dag het geven, weet je niet zeker. Ja, sowieso. Moet even kijken. Maar ja, blijf gewoon trainen, dus ja, maakt niet uit. Jij bent ready to go, hè? Ja, zeker. Maar ja, soms gebeuren dingen voor reden, hè? Dus ik zou je niet druk maken, dus... Nee, komt wel goed. Komt wel goed. De fans wachten op je, dus maakt niet uit. 2017, hè? Hendrik Azoa, hè? Comeback, hè?